Goeiedag. Afgelopen nacht en vanochtend vroeg trokken opnieuw een paar stevige buien over het land, waarbij lokaal ook onweer bij voorkwam. Met name in het westen en noorden viel plaatselijk 20 mm en ook op dit moment zijn er weer buien onderweg vanuit het zuidwesten. Nou, tussendoor hadden we vandaag ook mooie zonnige perioden met zelfs nog vrij hoge temperaturen vanmiddag van lokaal zo'n 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur wel wat omlaag. En dat heeft te maken met een groot lage drukgebied dat ten noordwesten van ons ligt. Van tijd tot tijd worden met een zuidwestelijke stroming storingen met neerslag over onze omgeving geblazen. En richting komend weekend komt dat lage drukgebied geleidelijk wat dichterbij te liggen, waardoor ook de bovenlucht een stuk kouder wordt. En met name in de kustgebieden kan dat behoorlijk wat regen opleveren. Daarna lijkt het allemaal wat stabieler te worden, maar dat is nog wel ver weg. Op dit moment zien we dat het in eerste instantie overwegend droog is. Maar op de rand van de kaart, op de radar, zien we een buienlijn naderen. Dat is een soort koufront met daarachter veel koudere lucht. En dat kan een behoorlijk actieve buienlijn worden. Met name als deze buien zich wat verder landinwaarts bewegen. Waar het vrij warm is op dit moment. Kan daarbij lokaal ook onweer, hagel en toch wel flinke windstoten bij voorkomen. Misschien zelfs wel tot een enkele 80 of 90 kilometer per uur. Nou, in de loop van de middag trekken die buien verder naar het oosten. Vanavond is dit dan het beeld. In eerste instantie nog een paar regen- en onweersbuien... maar geleidelijk wordt het vanuit het westen wat droger... met bredere opklaringen en temperaturen die na de buien dalen naar zo'n 15 graden. En komende nacht zitten we dan in die veel koudere lucht... met minima tussen de 10 en 13 graden... De meeste plaatsen is het droog, maar misschien aan de kust dat er nog een enkel buitje kan vallen. In de loop van de nacht zien we wel dat de wind flink gaat toenemen. In het noordwesten misschien al windkracht 6 en morgen overdag zet dat door. In het noordwestelijk kustgebied kan dan de windkracht 7, misschien zelfs wel een stormachtige wind, dat is een windkracht 8 komen te staan. Daar zijn dan ook windstoten tot zo'n 80 km per uur mogelijk, maar ook boven landwaaiten stevig met kracht 4 tot 5. En het weerbeeld is tamelijk grijs, vooral in de middag, met dan ook met name in het noordwesten van het land van tijd tot tijd wat regen. Ik denk dat het in het binnenland en met name in het zuidoosten overwegend droog blijft. De middagtemperatuur komt daarbij uit tussen de 17 graden in het noorden en 20 lokaal nog in het zuidoosten van het land. Kijken we dan naar de rest van de week, dan zien we dat woensdag in ieder geval de beste dag wordt, met dan vrij veel ruimte voor de zon en gemiddeld 23 graden. Misschien dat in het oosten van het land zelfs wel een enkele 25 mogelijk is. Maar de dagen daarna komt dat lage drukgebied in de buurt, keert het wisselvallige weer terug, elke dag vallen een aantal buien en de temperatuur gaat daarbij dalen naar ongeveer 18 graden aan het begin van het weekend. Ik wens u nog een mooie dag.